de Sahara wilde ik kamperen. Doch volgens vrienden zou ik mij wel snel bekeren. Omdat de zon daar nogal pleegt te schijnen, zou nu mijn lust wel met de noordenzon verdwijnen. Dat was op zich misschien een goede raad, maar ik werd daarom wel ontiegelijk kwaad. En heb met spoed mijn vrienden uitgelegd, zoiets werd bij mij totaal averechts. Bewapend met een tencel en twee stokken, wist ik mij door menig zandhoop heen te knokken. Op een kleine heuvel aangekomen, vond ik daar de standplaats van mijn dromen. Ik had keus genoeg en dat in het hoogseizoen, en bovendien het kostte mij geen poen. Het mulle zand was het enige ongerief, maar als kampeerder neem je dat voor lief. Mijn kleine tent stond helaas niet op kleigrond, omdat men dat in de Sahara nog niet uitvond. Dus ging die tent daar al heel snel ten onder, en de kampeerder zat dan ook volslagen zonde. Kom vrienden, luister naar mijn goede raad, voordat u daar soms zo kamperen gaat. Probeer het eerst eens in uw achtertuin, bevalt dat goed, pak daar dan lekker bruin.